Afgelopen zaterdag liep een bond gezelschap de eerste Pride Walk door de stad. De opzet was om de seksuele en genderdiversiteit in de stad te vieren en zichtbaar te maken. Burgemeester Pauline Krik verrichtte de aftrap. Den Haag is een buitengewoon diverse stad. Want als je naar deze stad kijkt, dan zie je het Binnenhof en je ziet de ambassades en je ziet het Centraal Station. En dan denk je eigenlijk dat dat de diversiteit is. Maar de echte diversiteit staat hier voor mij vandaag. Wat gaan we hier beleven vanmiddag? Vanmiddag is de allereerste Haagse Pride Walk. En omdat het eerste jaar is, is er van het voorprogramma nogal wat werk gemaakt. Er zijn enkele sprekers. De burgemeester, onze kerstverse burgemeester, komt spreken. Mensen van het COC, de Hangout 070. Van alles eigenlijk. Oké. Ik heb begrepen dat jij ook het woord voert. Wat is jouw verhaal? Mijn verhaal is inderdaad als Haags gezicht dat aan mij de eer is om dit geheel aan elkaar te praten dadelijk. Oké, mensen kennen je dus als Didi? Mensen kennen mij als Didi, ja. Er zijn meer mensen die mij onderhand als Didi kennen dan de persoon daarachter. Maar je hebt in het dagelijks leven ook nog een andere naam? Ik heb ook nog een andere naam en die is ook geen geheim hoor. Iedereen mag weten dat ik ook Dennis heet. Alleen als Didi gaat het net iets makkelijker allemaal. Je ziet dat er toch weer een zekere kentering is in vroeger kon alles weer. En de laatste jaren waren veel van dit soort manifestaties voor deelnemers gezelligheidsbijeenkomsten. Maar de laatste jaren begint het weer wat te veranderen. Je leest steeds weer van vervelende aanvallen op homoseksuelen, lesbo's. Is het nog steeds belangrijk dat dit soort bijeenkomsten gehouden worden? Het is heel erg belangrijk. Ik heb gisteren bij de kick-off van de Hague Rainbow Festival kon ik een quote aanhalen die uit het leven gegrepen was. Wij zaten in de taxi onderweg daar naartoe en we werden eigenlijk bespuugd door een moslimman en daarna uitgescholden door een paar Antilliaanse mannen. Dan gaat het niet per se om de afkomst, maar het gaat er wel om dat de acceptatie in Nederland en ook in Den Haag dus er nog lang niet is. Dus daar moeten we voor vechten. De Pride Walk eindigde op de Grote Markt, waar het feest verder gevierd werd tijdens het Rainbow Festival.